Ja, welkom bij deze eerste vlog. Deze vlog neem ik jullie mee. Natuurlijk, de reis naar Frankrijk. Hoe ging die reis? Door Nederland, België, Luxemburg en natuurlijk door Frankrijk. Ik neem jullie mee door het huis heen dat we hier zijn aangekomen. Hier veilig naar 40 minuten rijden. Wat nog meer te zien natuurlijk in deze vlog is de omgeving die we tegenkwamen. De stops natuurlijk. En natuurlijk het stukje beklimmen van de berg dat we al een beetje een impressie kunnen geven. Hoe erg we omhoog moeten gaan volgende week donderdag. Veel plezier met kijken op deze vlog. Ja, het is inmiddels tegen 4:30 in de ochtend. Het begint achter ons licht te worden. En we zijn in België ergens in de plaats bij Namen zijn we voorbij. Je ziet het, de balletjes, ze komen eraan. Maar we hebben een mooi ritje achter de rug. Even een pauze inlassen, want daar ruiken we koffie. Ja, zo zijn we dus inmiddels in Frankrijk beland, in de mooie omgeving. Je moet een keer tanken, je moet natuurlijk een keer koffie drinken. En de omgeving hier achter mij, heerlijk. Het is toch wel mooi in het mooie Frankrijk. Ja, ik woon in de deur, ik kom niet met de bus. Ja, en inmiddels gaat onze tocht gewoon door. En, we schieten er nou mooi op. Het is nu 11:30 dat ik dit opneem. En we zitten een beetje noordwestelijk van Genève. Dus we schieten op. We komen in de buurt van onze eindbestemming. En we hebben er nou 11 uur op zitten dat we onderweg zijn. En de reis gaat eigenlijk best goed. We mogen heel klaar zijn. Dus we zitten hier achter het mooie tentje waar we zitten. Op deze drukke parkeerplaats nog wel weer. Je ziet, we hebben het logo mee van de Alpes. En we hebben even een korte stop. En dat is ook wel even lekker om de benen te strekken, want de reis is lang. Maar we schieten mooi op. Nog ongeveer, zal zijn, 2 uurtjes rijden nog.
maar blijf schat. Vind je man? €20,80. Goeie dag. Ik wil op het moment pas de training eigenlijk gaan oppakken, dus goeie dag dokter. Ja, dat is juist. 12 kilometer. Ja, vertrouwen hè. Ik kijk heel erg uit naar bocht 2. Mijn collega's voorspellen dat dat mijn einde is. En daar zijn we dan. Daar zijn we dan na 14 uur rijden aangekomen in het mooie Huwes. En dit is ons huisje. Bovenin is onze kamer. Heerlijke uitzicht hier. Je ziet het korte mouwtjes, 20 graden. Jongens, we hebben het fantastisch voor elkaar hier. En kijk eens hier om je heen. Het zal een hele mooie week gaan worden hier. Dat is een ding wel wat zeker is. Het is natuurlijk ook tijd voor eten. Ruigmaalt, pizza. Dus de vraag van vandaag was: wat eten we vandaag? En dan zeggen we pizza. Oh, nou doe dan maar Max is light. Ja. Nou. Ja, daar staan we dan op de berg. We zijn gestopt in bocht 9. En dat zegt genoeg, als je hier zo naar beneden kijkt, dan wordt het echt iets heel moois. En hier kijk je zo naar beneden. Het is gewoon ontzettend lastig om uit te leggen wat je allemaal meemaakt hier. En wat je allemaal doormaakt hier en wat je allemaal ziet hier. Dat is eigenlijk niet te beschrijven in woorden. Het is heel indrukwekkend wat we hier meemaken. Het is zo bijzonder, allemaal vrijwilligers en allemaal mensen hier, het is geweldig. Bij deze dan maar het einde van deze vlog op de mooie bergen hierboven, naar beneden kijkend. Was dit dag 1 van Richard op weg naar de Alpe d'Huez. Bedankt voor het kijken en morgen weer een nieuwe aflevering. Zelfde tijd, zelfde zender? Misschien wel een idee. Zullen we het zien. Tot morgen.